Kijk, zo ziet het zagel eruit. Oh god, dit is zo mooi. Ik durf het niet meer. Hier is weer een mooi première. Dus ga ik het volgende cadeautje. Leuk naar een nieuwe vlog. Wij zijn nu in de Sassen in Nijmegen. En het is vandaag kerstavond. Vanavond is het kerstavond. Yay! En we zijn nog even Merel heeft ook allemaal kerstcadeautjes gekocht. Ja. Ik heb tot nu toe gewoon kleding gekocht. Want wij doen niet kerstcadeautjes voor elkaar komen met mijn gezin. Ja, wij doen gewoon voor ons alleen. We gaan even naar de New Yorker. En ik heb net een heel leuk rood nagellakje gekocht. Kijk, deze heb ik net bij de Pink Jalak winkel gekocht. Kijk hoe mooi dit is. Het is wel echt alleen leuk voor kerst. Maar ik moest dit gewoon kopen. Dan ga ik mijn nagels vanavond even leuk doen. En deze is eigenlijk meer een kerstcadeautje. Maar ik mocht het niet voor kerst. Want we hadden al allemaal dingen dat nu onder de boom ligt. Dus ik heb hem lekker voor mezelf gekocht. Want ik wil heel graag iets van rituals hebben. We zijn nu van de New Yorker. En ik heb hier een jumpsuit aan. Hij is nu een beetje te kleine maat. Oh, en dit is altijd heel irritant. Maar ik vind het op zich best leuk. En ik vind het lelijk dat er dan zo'n broekje is. Ik vind dat niet leuk te uitzien voor kerst. Maar ik vind dat wel echt, het is wel echt heel leuk. En dan met rode nagellak erbij. En dat jurkje ga ik ook nog even aandoen. Die heb ik ook. Maar ik vind de onderkant vind ik gewoon zo lelijk. Dat het dan ineens zo'n broekje is. En ik vind dit leuk. Oké, ik heb nu ook dit jurkje aan. Maar hij is heel fel rood. En het is wel leuk voor kerst. Maar ik weet niet of ik het... Ik vind het wel leuk, ik ga hem halen. Ik vind eigenlijk iets met glitter of iets met donkerrood leuker. Het is een beetje... Oké, jongens, we zagen iets heel leuks dus bij de Only. We dachten, we moeten even passen. Ja. Het is dus een trui en daaraan zitten eigenlijk gewoon mouwen. Ga je de andere maat halen? Ja. Nou, in ieder geval, ik vind het wel heel leuk. Nou, we zitten in Starbucks. Onze kerstavond brengen jullie door. We gingen ons eerst als een kerst, want het is nu echt al, het is 5 uur bijna. Omdat er geen treinen meer rijden. Iedere trein is uitgevallen, maar gelukkig kon mijn vader ons ophalen. Daar ben ik heel blij mee. Zijn we toch nog thuis met kerst. Al deze tassen. Nou, ik ben gelukkig weer thuis gekomen. Ik laat jullie nog heel veel snel zien wat ik allemaal heb gekocht. Mijn moeder is nu allemaal dingen aan het voorbereiden. We gaan zo meteen het kerstdiner en zo doen. Dus ik laat nog even zien. Het is trouwens 5 over 6. En begin even met alle kleine dingen. Daarna doe ik even alle kleding. Want die heb ik hier liggen. Ik heb bij de Pink Jalak winkel, die hebben ze gewoon in Nijmegen, hebben ze daar zo'n winkel van. Heb ik deze gekocht. Dit moest ik. Dit kon ik echt niet laten liggen. Kijk hoe leuk. Ik liet hem trouwens al zien. Maar dit met rode glittertjes. Echt heel leuk. Het is echt perfect voor kerst. Ik wou het vanavond nog doen, maar daar heb ik nu geen tijd meer voor. Dus ik ga het voor morgen doen. Want morgen gaan we naar Amsterdam. En daarna gaan we naar mijn opa en oma kerst vieren. Dus daarvoor wil ik wel even leuke dingen doen. Trouwens, die trui die ik nu aan heb, heb ik ook gekocht. Die heb ik voor nu vanavond even aangedaan. Want ik had geen zin om helemaal een jurkje aan te doen. Want ja. Dan had ik rituals gekocht. Want eigenlijk eerder als een kerstcadeautje. Maar ja, ik heb het niet voor kerst gevraagd. En ik wilde het toch zo graag hebben. Ik dacht, nou, dan koop ik het gewoon voor mezelf. Het was ook heel druk in die winkel. Maar ik vond deze geur ook wel lekker. Ik heb per ongeluk toen ik het uittestte op het station. Mijn hele hand onder de foto met dit. Panty had ik nodig. Ik dacht voor als ik dan een jurkje heb. Want die allemaal, mijn panties waren kapot. Het is Sting. Deze hele leuke sjaal. Echt gewoon. Kijk hoe groot deze is. Maar het voelt ook gewoon, die kwaliteit voelt ook gewoon goed. En dit, ik vind dit zo leuk. En dan, deze kleur kan ook overal bij. Dan zou ik hem ook een beetje zo dragen. Of gewoon nog een keer zo omslaan. En dan leuk bij zo'n jas. Oh, ik vind dat zo leuk. Dan ook nog bij de Sting deze trui. En dit is gewoon echt een heel fijn stofje. Het is geen wol, maar ook niet katoen. Een beetje iets ertussenin. Maar het voelt gewoon heel fijn. Het jeukt niet of zo van binnen. Dit is gewoon perfect. En als laatste nog gewoon deze. Deze basic flare broek, die heb ik al, maar ik heb hem even in maat XS gekocht. Want dan is hij iets minder lang en deze past net iets beter. Dus nu heb ik er gewoon 2. Die S past ook gewoon, maar dan heb ik er 2. Dit is gewoon echt, als je een flare broek zoekt, gewoon deze van de Sting met ribbels. Heb je ook in andere kleuren. We gaan nu beneden het kerstdiner doen. Dit is trouwens geworden van mijn kerstboom, want ik bedacht net, het is nu kerst, dus nu moet hij af zijn. Want het was, ik heb steeds het gevoel van, oh, we doen nog een paar kerstballen later erin. Ik maak het nog wel later een keer af, maar het moet nu gewoon af zijn. We gaan even met Fris filmen. En kijk, wat ik dus nu heb, is ja, zo'n camera erin. En dit zijn allemaal van de Hema, die ik er tussendoor heb gehangen, maar het is een beetje rommelig. Dan deze erin. Hier zo'n cocktailglaasje. En ik heb hem hierop gezet, ik had hem eerst daar, maar nu heb ik hem dus zo. Kijk, zo ziet de tafel eruit. Wat leuk. We hebben hier het hele eiland dicht vol met allemaal eten. Hoe kan je het zo vol krijgen, mama? Oeh, lekker schelpjes. Je hebt wel een kerstbelletje. Dat is het enige wat je even krijgt. Het eerste van cadeautje. Het. Dit is er al. Oh, was zo'n vergeten video gekocht. Oh. Wel echt leuk. Leuk. En jij hebt? Wat is dit? Hoe kan je het overtrekken? Ja. Dit is mijn eerste cadeautje. Dat had ik ook gevraagd. Ik ga het even openmaken. Het is The Ordinary. Ik ben wel blij met zijn cadeau. Oh my god, ik ben hier heel benieuwd naar. Het volgende cadeautje. Ik kan echt niet raden wat het is. Het is een heel... Zie je maar de... Hé, hey, dat was die! Is dat die? Ja! Kijk, dit is zo, het moet nog in elkaar, maar dit is een sieradenrekje. Schattig teken. Schattig teken. Oké, dit is denk ik ook ordinary. Want het lijkt hierop. Het is mijn volgende cadeautje. Ja!
weer iets. Ja. Nee, maar wat is het verschil? Want het lijkt echt hetzelfde met elkaar. Ik heb er ook allemaal geen verstand van, maar ik wou het gewoon proberen. Oké, we gaan het volgende cadeau pakken. Mama. Oh, dit is ook voor mij. Het volgende, dit is wat zacht. Zo soort sokken. Oh, dat wist ik al. Maar ik wist niet meer wat ik kreeg. Oh ja, ik heb zelf uitgezocht. Yay! Ik heb dit, maar er staat op gin tonic flavor. Maar het is iets voor je lippen. Voor, hè, wat? Oké, het is Extreme Lip Booster. Nog één, dat had ik toen ook al met zitten. Maar het is gin tonic flavor. Hè, wat? Het ruikt echt. Oké, dan heb ik ook nog, toevallig vandaag, met kerst meteen, twee pakketten binnengekregen van Coro. We gaan beginnen met de eerste doos, het is echt heel zwaar. Oké, dit is een samenwerking wat ik heb binnengekregen. Een hele krans zelfs, of wat is dit? Een grote grabbelton is dit. Als eerste hebben we gemberslot. Ik wou dat zo gaan proberen, maar dit is wel een heel groot gemberslot. Maar ja, oké, dan appelmoes. En dit is dus een hele grote pot, maar dit is dus gewoon echt een voorraad. En dit is heel lang houdbaar. Hoe noem je dit? Muesli dingen. Voor de yoghurt. 2,5 kilo. Dat is het hier. Bio Energy Ball. Dat is dus gewoon als je bijvoorbeeld snel iets moet meenemen of zo. Ja, nu is het natuurlijk geen school meer, maar vaak op school wil ik snel iets meenemen. En dit is dus iets wat als het goed is heel erg gevuld. Dus het is een, letterlijk een bal of zo. Nog een pot. Dit is. Die namen zijn hier allemaal. Volgens mij is dit pindakaas. Ja, ik zie pinda's erop. Dit is pindakaas. Dan heb ik hier nog een potje met edamambonen. Dat is voor de pokeball gebruiken wij dat. Dus dat is ook altijd handig. Dus het is allemaal van het merk Coro. En dan als laatste, dat had ik ook nog uitgezocht, lippenbalsem. Met schoenen zit er iets in voor dat ook voor de zon beschermt. Het is vegan en allemaal dat soort dingen. Er zitten dus drie in. Zo zien ze eruit. De volgende doos is echt heel zwaar. Kijk, dit is... Oeh, het zie je allemaal lekkere dingen. Dit is de leuke doos, denk ik. Dit is een 5 liter pak. Een zak vol met appelsap. Jongens, 5 liter appelsap. Janiek, als je appelsap wil, ik heb 5 liter appelsap. Ik heb een zak met 5 liter appelsap. Maar volgens mij moest het helemaal niet open. Nee, pak maar niet uit. Dat is echt een zak. Oké, dit vond ik dus heel handig. Een melkopschuimer. Dat kan je dus, dat wil ik zo graag, kan je van die cappuccino dingen mee maken gewoon. Nou, dit is een melkopschuimer. Dan een zakje met proteïne popchips. Popcorn. Biologische popcorn. Als laatste, gebrande noot of zo. Een kilo gebrande noten. Nou. Yes. Ik ben een beetje dom geweest, want ik heb het kapot gemaakt. Dit. Oh, wat slim. Ja, nou, dat dit plakken we wel. Oké, ik heb alles even op een rijtje gezet. Het is echt heel veel. En ik heb per ongeluk dit een beetje gesloopt. Want ik dacht, ja, het is een doos, die moet je uitpakken. Maar het is natuurlijk heel dom, maar dat plakken we wel. Hier kan je dus appelsap van tappen. Een elektrische melkopschuimer, ook echt heel handig. Popcorn, nootjes, heel veel. Lippenbalsem. Edamambonen, dus kunnen we lekker pokeball mee maken. Gemberslot, dat ga ik echt drinken morgen. Energiebal, appelmoes, pindakaas, chips en heel veel van dit soort, ja, havervlokken, 2,5 kilo. Dit is dus allemaal heel lang houdbaar, al deze dingen, want daarvoor is de site, zeg maar. Ook in grote verpakkingen, bijvoorbeeld echt een kilo van dit. Oké, we gaan hem even testen. We hebben er melk in gedaan. Is aan. Oh, hij is aan. Ik dacht, dat gaat meteen helemaal schudden. Kijk. Oh, melkopschuimer. Gaat hij vanzelf uit? Ja. Oh. Oh, dit is echt heel goed. Het is meer een latte geworden. De taste test. Kijk hier. Ik heb ook een kortingscode, Meerte. Gewoon Meerte met hoofdletters. Krijg je 5% korting. En je hebt daar echt van alles. Ik zet ook een link in de beschrijving, zal ik ervan zetten. En dan kun je meteen naar de site, zie je ook wat de best bestelde dingen zo zijn. Oké, jongens, we gaan even appelsap tappen. Oh! Ja, zo, zo'n kraantje. Oh, dit ruikt heel, echt heel vers appelsap. Kijk, dit is dus met die melkopschuimer gemaakt. Dat heb je erop gedaan nog? Oh. En natuurlijk appelsap van de top. Oké, ik ben helemaal klaargemaakt. Het is niet echt kerst, maar ik vond deze kleur zo leuk. Ik heb ook mijn nagels in de kleur gelakt. Ik ga morgen maar die rode nagelen gebruiken. Ik heb deze oorbellen weer ingedaan. En ik heb mijn nieuwe flarebroek aan. Gewoon alles wat ik gisteren heb gekocht. En hier doe ik nog even laarsjes onder. En dan gaan we dus weer naar het Amsterdam Winterparadijs. Waar ik dus laatste vlog volgens mij is dat waar ik dus ook was. Maar dan met mijn gezin. En we moeten nu gaan. Iedereen is in de auto op mijn wacht. Dus ik ga een beetje opschieten. Weer, dus. We zijn nu in Amsterdam al wel, toch? Nou, eindelijk een 500 jaar. En we moeten nog naar de Rai. Ik vind het echt zo leuk hier bij met je. Daar is het. Daar zijn we weer. Alleen deze keer kom ik van de andere kant aan, volgens mij. Nou, we zijn binnengekomen, maar we hebben echt zo'n slechte dag uitgezocht en het regent alleen maar. En daar is de boomerangbaan. Kijk, die heb ik vorige keer dus helemaal niet echt gezien. Daar kan je dus van af. Dat willen wij wel gaan doen, natuurlijk. Nou, daar gaan we dan. Ik steek mijn band achter me mee. Kijk hoe hard, het is echt hoog hoor. We staan opeens midden hier stil. Oh, gaat dit zo hard? We zijn helemaal nat door dat ding. En het rolde zo erg, het was echt erg. Nu gaan we even naar binnen toe en het regent nog steeds keihard. We gaan even pasta halen, maar het is echt 10 euro. Het is echt heel duur. Kijk hoe lekker, we hebben pasta pesto.
En hier is de schaatsbaan. Nieuw paradijs. Ik heb geen idee wat het is. Jongens, hier is die cakebak waar ik dus van af wilde. Ja, nee, maar hoe noem je dat? Erop wilde. Met allemaal van die rare dingen waar je overheen moet doen, dus ik ben heel benieuwd. Oh my god. Oh, iedereen is water. Oh my. Dit is heel erg. Ja, het is me gelukt. Oh my god, dit gaat zo. Kijk dat even. Oh nee, dit wordt leuk. Ik durf het niet meer. Oh my god. Je moet in de beweging meegaan. Het is zo eng. Oh nee, nu gaan we daar al. Eerst even lekker snel voor de bal. Dit gaat heel snel. Ik viel bijna. Daar ga ik. Oh, het valt nog mee hoor. Iedereen valt hier altijd. Ik heb ook wat sneeuw in mijn haar. Dit had ik dus ook nog helemaal niet gezien. Het is een sneeuwbaan. Oh, wij gaan er onderdoor vandaag. Oh, maar dit is ook leuk. We hebben zo'n grote band. Dan gaan we z'n tweeën met deze band. Met z'n tweeën ervan af. Dat wordt leuk. Best eng uit. Dit gaat wel best hard. Ja. Daar gaan we, daar gaan we. Au, je zit echt op mijn... Ah! Dat gaat heel hard. Oh, oh, ik ben echt geplet hier. Oké, de schaatsbaan rijdt echt heel lang. Dus we gaan even wat anders zoeken. Daar was vanaf. Er is hier ook een VR experience. Iets met zo'n bril dus op. Oh, wat was dat? Dat is dit, maar ik weet niet wat het is. Hier is weer een mooi première scherm. We hebben net allemaal foto's gemaakt. Jongens, we gaan weer weg. Dat was het weer voor vandaag. Oh my god, jongens. Wij waren net gewoon helemaal naar voren en nu is er dit allemaal. Het loopt ook nog tot daardoor. Echt gelukkig dat we niet nu zijn gegaan. Nou, het is nu alweer tweede kerstdag, maar die is nu alweer voorbij. Ik vind het echt heel snel gaan, al die kerstdagen. Ik ben nu bij mijn opa en oma, daar zijn we vandaag vanaf 4 uur eigenlijk geweest ongeveer. Ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik heb vandaag niet veel gefilmd. Het was niet zo heel bijzonder om allemaal te filmen. Het was gewoon met familie. Ik heb trouwens die nagel ook opgedaan, dat ik iedere keer zei, maar ik moest het heel snel doen. Dus het is echt lelijk, wacht. Ik laat even die andere hand zien, maar het is echt... Je ziet dat blauwe nagel er nog doorheen, maar de nagel zelf, gewoon de kleur, vind ik wel heel mooi. En ik had er nog topcoat overheen moeten doen, maar ik heb gewoon heel snel het laatst met die gel lamp alles nog eronder gehouden, terwijl we al lang moesten gaan rijden. Ja, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden, dus doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Doei!